Een heel hartelijk welkom bij deze informatiebijeenkomst over de mastergeneeskunde in Leiden. Het programma wordt door ons met z'n drieën verzorgd. Ik ben zelf Arnold-Jan de Beaufort, de coördinator van de mastergeneeskunde, van huis uit kinderarts. En ik doe dit samen met Samuel Polak, die staat hier aan de rechterkant, en Boyd Kenkhuizen, die staat aan de linkerkant. Even iets over het programma van deze bijeenkomst. Dat staat op het plaatje als volgt. Nou, wie we zijn, dat heb ik net gezegd. Ik zal kort iets vertellen over hoe het programma eruit ziet in Leiden. En daarna is er absoluut ruimte voor gelegenheid voor vragen. Daar zal ik zo nog iets over zeggen. En daarna dan zal het vanuit de gebruiker van de master, de co-assistent, ook nog belicht worden. En ook daarna zijn weer allerlei mogelijkheden tot vragen. Even over die vragen. De presenters wall is daarvoor. En zoals je ziet daar, zie je aan de rechts in beeld de Q&A. En dat even zo eruit gelicht. Daar kun je je vragen stellen. En dan kun je ook likes geven. Dus als je zegt, ik zie een vraag, dat is een vraag die ik ook interessant vind. Nou, dan druk vooral op like. Dan krijgt hij meer prioriteit. En dan druk je op verstuur en dan krijgen wij ze in beeld. We hebben het zo ingeregeld dat we na de twee korte presentaties die vragen even met jullie willen langslopen. Goed, de master geneeskunde. Waar gaat het eigenlijk om? Het gaat om de opleiding van dokters. En je zou denken, zoals Fokker en Sukker dat hebben gezien, nou, misschien is het helemaal niet zoveel zin om nog dokter te worden. Jawel, dat valt nog best mee. Ook al zijn er allerlei ontwikkelingen in de technologie, de dokter zal altijd een plaats hebben. Maar er verandert wel veel. Hoe ziet dat in Leiden dan uit? Hoe bereiden wij mensen voor op deze toekomst als dokter? Daar hebben we een soort credo voor, het capable, caring, curious. En je moet je vak verstaan en je moet oog hebben voor de patiënt, empathie, maar ook voor je collega's. En wat heel belangrijk is, is curious, die nieuwsgierigheid. Hoe zit dat? Hoe werkt dat? En dat krijgt in ons programma vorm door de wetenschappelijke vorming. We hebben in Nederland een aantal geneeskundeopleidingen, 8 om precies te zijn. En we hebben een heel mooi systeem in Nederland, namelijk dat alle opleidingen in Nederland aan een bepaalde kwaliteitseis voldoen. En dat is het raamplan. Het raamplan van de artsopleiding. Dus iedereen die in Nederland een opleiding geneeskunde volgt, die moet aan dit kader, zeg maar, voldoen. Wat staat er nou in dat raamplan? Je ziet het is van 2020. Dat is best nieuw. Dat is niet het eerste raamplan. Er zijn er al een heleboel geweest. Maar omdat de tijden veranderen, de zorg verandert, de maatschappij verandert, moet ook jouw opleiding, zeg maar, tred houden met datgene wat er in de omgeving gebeurt. Wat zijn nou belangrijke veranderingen in het huidige raamplan, zeg maar, dat de basis vormt van onze geneeskundeopleiding in Leiden en ook de opleidingen, andere opleidingen in Nederland? Nou, dat plaatje. Dus ik geef je nu eventjes, laten we zeggen, 10 seconden om even na te denken van wat jij denkt dat hier nou de belangrijke dingen van zijn. En dan zal ik ze zo toelichten. Ik begin, laten we zeggen, helemaal links. Daar zit u een peer en wat druiven, denk ik, in een schaaltje liggen. En dat staat symbool voor gezondheid. Wat je ziet in onze samenleving is dat er echt een verschuiving aan het optreden is van mensen beter maken. Dat zal altijd blijven, altijd nodig zijn, naar te voorkomen dat je ziek wordt. Preventie. Belangrijke verandering in het raamplan is van gericht op de curatieve zorg, het beter maken van mensen naar preventie en het voorkomen van ziekte. Wat ook een belangrijke verandering is in een enorme ontwikkeling van kennis op het gebied van geneeskunde, dat is het rechterplaatje, is dat je het allemaal niet meer in je eentje kunt. Het netwerkgeneeskunde is echt van nu en van de toekomst, omdat de kennis onmogelijk nog door één persoon allemaal te bevatten is. En natuurlijk worden we daarbij ondersteund, zoals we hier nu ook een live sessie doen, geheel online door de technologie. Dat is het bovenste symbooltje. En dan nog, we worden ook een stuk ouder met z'n allen. En daar moet je je zorg op inrichten. En dat zal niemand van jullie ontgaan als je de krant leest, hoe belangrijk dat is, vergrijzing en hoe we daarmee omgaan. Dus de dokters die wij opleiden, die moeten toegerust zijn om met deze veranderingen om te gaan. Nog kort, natuurlijk is het zo dat dit de veranderingen van de toekomst zijn. En eigenlijk is dat nu ook al zo. En tegelijkertijd zijn er een aantal basis, zeg maar, vaardigheden, competenties die iedere dokter moet hebben. Dat heten de ChemMets-competenties. Ze staan hier in het Engels, want ze zijn oorspronkelijk uit Canada geïntroduceerd. En daar in het hart van die ChemMets-competenties staat de medisch expert. Want natuurlijk, als je een dokter bent, moet jij medisch echt goed onderlegd zijn. En daar heb je een aantal andere kwaliteiten bij nodig. En die komen allemaal terug in dat curriculum.
Wat ook nog anders is, dat zei ik al over die enorme kennistoename. Je kunt onmogelijk meer alles nu weten en leren en dat ook nog onthouden ook dus. En Einstein was ook hier zijn tijd natuurlijk vooruit. Wat heeft hij gezegd? Op het moment, once you stop learning, you start dying. Levenslang leren is echt een hele belangrijke leidraad in het programma. Want we moeten niet mensen nu alles leren waarvoor ze vervolgens zo achterover kunnen gaan zitten. Maar dat blijft maar doorgaan. Goed, hoe ziet dat er dan in Leiden uit? Dat begint natuurlijk niet in de master, maar dat begint al in de bachelor. Dit is het programma van de bachelor. De beide programma's, bachelor en master, duren ieder 3 jaar. Het zijn allemaal 180 studiepunten. En de opbouw van de bachelor is dat je een basis legt, het fundament. En dat ontwikkelt zich van mechanismen naar meer toegepaste vraagstukken in de problemen. De problemen, vraagstukken in de praktijk, waar de patiënt mee komt. Belangrijk is, dit is nog wel erg gericht op vraagstukken van de patiënt. De preventie zit hier natuurlijk ook in. Dit bereidt voor met deze, met de diploma, het Leidse geneeskunde bachelordiploma, bereid je voor op de master die daarna komt. Nou, die master is ook weer 180 studiepunten, ook weer in 3 jaar ingedeeld, waarbij de eerste 2 jaren bestaan uit co-schappen. En dat zijn praktijkstages, zal ik zo nog iets meer over vertellen. En het laatste, 3e jaar van de master is eigenlijk je keuzejaar. Waar gebeurt zich dat? Waar speelt zich dit nu allemaal af? Dat speelt zich af in de Leidse OOR, onderwijs- en opleidingsregio. Die is hier weergegeven op de kaart. En dat doen we dus niet in Leiden, want de opleiding van masterstudenten gebeurt voor een deel in het LUMC, maar voor een heel groot deel ook in de regio. Bij huisartsen, in de ziekenhuizen, in Den Haag, in Gouda. Dus dat is echt een mooi voorbeeld ook van hoe je samenwerkt. Dat geldt dus ook hier. Dat is het programma waar dus alle co-assistenten worden opgeleid. En dan iets over meer inhoudelijk over het programma van die master. Dat is hetzelfde plaatje wat ik jullie net liet zien met die co-schapper daarin. En er zitten een paar symbooltjes bij. En dat zijn dingen waarvan wij zeggen dat vinden we echt belangrijke elementen in het programma om mensen goed voor te bereiden op die toekomst die eraan zit te komen. Ik licht ze eruit. De oogjes, het bolletje en de giraf om te beginnen. De oogjes is het just in time. Degene die bij ons de co-schappen volgen, die worden kort vooraf, eigenlijk meteen aansluitend aan die co-schappen voorbereid op datgene wat ze in de praktijk gaan leren. Dus dat is eigenlijk als het ware een soort opfris van de theorie, nog wat vaardigheidsonderwijs, om vervolgens in de praktijk dat te kunnen toepassen. Natuurlijk heb je al kennis in je bachelor opgedaan, maar die gebruik jij, nog heb die tijd, die just-in-time voorbereiding gebruik je om dat nog weer even af te stoffen. Dat geldt voor alle co-schappen. Die periodes die variëren een beetje in duur, maar tussen de 2 en de 4 weken. Andere eigenschap van de co-schappen in de Leidse master is dat ze relatief lang zijn. Ze duren ongeveer 12 weken, zeg maar, gemiddeld. En dat heeft een reden. En de reden is dat wij graag willen dat iemand langere tijd op een afdeling is, zodat hij onderdeel van het systeem is. Het is niet iemand een passant, maar je wil echt dat iemand onderdeel van de afdeling is waar die loopt, zodat hij daar ook tijd krijgt om dingen te leren. Nu het buitenland, dat is op dit moment even minder gunstig door COVID, maar we hebben er alle vertrouwen in dat dat binnenkort weer goed komt en dat er veel van onze co-schappen ook in het buitenland gelopen kunnen worden. Het geldt natuurlijk niet voor alle studenten, maar voor degenen die geïnteresseerd zijn, kan dat zeker. We hebben vaste afspraken met Suriname, waar altijd co-assistenten een aantal co-schappen kunnen volgen. Dan ga ik nog even tussen. Er zijn nog 2 symbooltjes. Eentje heb je misschien is niet zo heel opvallend, maar is wel heel groot. Dat is dat hoofdje. En nog die schaapjes. Dat hoofdje dat staat voor de persoonlijke ontwikkeling. Want uiteindelijk is het ongelooflijk belangrijk dat je in het programma voorbereid wordt op wat er daarna gaat gebeuren. En dat is belangrijk omdat er heel veel aan het veranderen is. En op het moment dat je denkt, ik begin op jaar 1 met de bachelor en ik dender door tot jaar 6 en ik kom bij het einde en ik krijg mijn bul en ik denk, wat zou ik dan eens gaan doen, dan is dat best laat. Dus we willen heel graag dat jij goed nadenkt over wat brengt de toekomst mee en welke rol wil ik daarin hebben. Zeker omdat die tijd echt aan het veranderen is. De zorg van 10 jaar geleden is niet de zorg van nu of die van over 20 jaar, 20 of 30 jaar. Die schaapjes die helpen jou daarbij, dat staat voor het mentoraat. We hebben een docentmentoraat waarbij een arts een aantal studenten gedurende de hele master begeleidt.
met het, met het oogmerk om mensen te helpen denken over, want je moet het toch eigenlijk allemaal zelf doen, te helpen denken over van hoe ziet mijn toekomst eruit. Dus dat gaat over loopbaanoriëntatie, maar dat gaat ook over studievoortgang, dat geldt ook over allerlei dingen die je tegenkomt in die master geneeskunde. Want het is een prachtige tijd, want je mag in allerlei keukens kijken, maar het is ook wel een spannende tijd waar je voor het eerst misschien te maken krijgt met heftige situaties als overlijden of ernstige ziekten. Ja, en dan als dat klaar is, dan is het zomaar bijna zover, die future. Nou, daar wil ik nog heel kort iets over zeggen. De geneeskunde is een prachtige opleiding. Het is een schitterend vak met heel veel mogelijkheden. Je ziet wel, wat ik in het begin zei, dat dat aan het veranderen is. Waar voorheen alle dokters, en ik, als je vraagt van waar ga je terechtkomen, dan zegt iedereen, nou, ik word waarschijnlijk kinderarts, hoor je vaak, of chirurg. Nou, dat is super om daarvoor te kiezen. Maar de kans dat je daar terechtkomt wordt steeds kleiner. Want het aantal chirurgen en kinderartsen en specialisten in het ziekenhuis neemt af. Ten gunste van de behoefte aan dokters buiten het ziekenhuis. De extramurale zorg, huisartsgeneeskunde, maar ook veel anderen. En ik laat je een overzichtje zien van een arbeidsmarktmonitor die één keer in de zoveel tijd wordt gedaan. Dit is een plaatje om je een idee te geven. Kijk niet in detail naar de getallen, maar om je een idee te geven. Je ziet dat in die eerste, boven in die top 5, daar staan heel veel specialismen of richtingen in die zich buiten het ziekenhuis afspelen en niet meer binnen het ziekenhuis. En dat is belangrijk, want op het moment dat je gaat studeren en je denkt, ik wil graag mijn leven als uitvoerend dokter inhoud geven, dat heel goed kan zijn in het ziekenhuis, maar dat de banen zich echt op dit moment meer buiten dan binnen het ziekenhuis bevinden. Nou, omdat we dat belangrijk vinden, die toekomst, van waar je terecht gaat komen, is dat laatste jaar van die master, nu met een rood kadertje, is een jaar waarin je kunt oriënteren en echt kunt toeleggen op dingen die jou het meest interesseren. En dat zijn dingen binnen het ziekenhuis, maar dat kunnen ook heel goed dingen buiten het ziekenhuis zijn. En die tijd moet je goed benutten om op die manier, denk ik, goed beslagen ten ijs als professional aan de slag te kunnen nadat jij deze master hebt afgerond. Dit is wat ik met jullie wilde delen en dan de eerste ronde vragen. Nog geen vragen? Dan geef ik het woord graag aan Boyd. Dankjewel. Dan even terug naar de slide. Ja, perfect. Nou, als er later nog vragen zijn, dan is daar nog zat tijd voor. Maar dan gaan we eerst even door met iets meer studentperspectief. Nou, zoals eerder al aangekondigd, mijn naam is Boyd en ik ben hier samen met Samuel, co-assistent in Leiden. En ik zal proberen jullie iets meer een persoonlijk inkijkje te geven in hoe het is om co-assistent in Leiden te zijn. Dus eerst, je bent klaar met de bachelor en dan ben je klaar met de master. En vaak voor mensen is dit toch net anders dan ze voorstelden, want zoals de meesten weten is er best een lange wachttijd voordat je mag beginnen met co-schappen. Nu valt het in Leiden nog wel mee, maar door COVID is dat wel weer iets opgelopen. Dus wat ga je doen in die tussentijd? Nou, dit wordt heel verschillend door studenten aangepakt. Sommige studenten zijn ontzettend blij eigenlijk met die wachttijd. Die zijn blij dat ze na 3 jaar hard studeren even tijd hebben. Dus die gaan bijvoorbeeld reizen, nemen een tussenjaar, gaan proberen een andere studie te doen. Anderen die focussen zich meer op werk of die gaan bijvoorbeeld al een stage lopen, ook in het ziekenhuis, om zich wat beter voor te bereiden. Dus eigenlijk is dit een periode waarin je zelf goed kan kiezen wat je zou willen doen. Nou, als het dan eenmaal zover is, de co-schappen, hoef je geen zorgen te maken, zoals eerder al gezegd is, dan begin je eerst rustig met ICO, dat is echt je introductie-co-schap, om even goed, ook na die wachttijd, alle kennis die je tijdens de bachelor geleerd hebt, weer even op te doen, weer met patiënten te werken, te kijken hoe voelt dat aan. Okay. Nou, dan de co-schappen zelf. De co-schappen zelf, of het onderwijs wat tijdens de co-schap wordt gegeven, verschilt daadwerkelijk wel van wat ze zien tijdens de bachelor. Waar je bij de bachelor veel hoorcolleges of kleinschalige werkgroepen hebt, is bij de co-schappen het onderwijs heel erg verweven in eigenlijk de tijd die je in een ziekenhuis rondloopt. Nou, ik zal even de verschillende onderwijsvormen dan wel toelichten. Nou, eerst heb je onderwijs in de vorm van VVV-weken. Dus dat zijn wel echt weken dat je samen met jouw co-groep gewoon weer in Leiden eigenlijk onderwijs krijgt over de specifieke onderwerpen van het co-schap dat je loopt. Dus bijvoorbeeld vlak voordat je naar de afdeling kindergeneeskunde gaat, gaan al die onderwerpen weer de revue passeren. Nou, daarbovenop heb je ook onderwijsmomenten in het ziekenhuis zelf, dat is eigenlijk het meeste. Je loopt natuurlijk eigenlijk fulltime in het ziekenhuis, dus je leert ook ontzettend veel van de artsen en verpleegkundigen en anderen die daar rondlopen.
Nou, er zijn verschillende locaties voor de ziekenhuizen. Dus betekent dus dat in tegenstelling tot de bachelor, dat je niet alleen maar in Leiden zit, maar zoals eigenlijk net werd gezegd, ook in Den Haag of Gouda of zelfs Zoetermeer. En dat is dus ook waar je de meeste tijd doorbrengt eigenlijk. Los van dat je over het algemeen gewoon gedurende de dag je co-schappen loopt, word je echt blootgesteld aan hoe het is om als arts te werken eigenlijk. Dus dat betekent dat je ook avond- en nachtdiensten en mogelijk zelfs weekenddiensten zou hebben. Maar dit is wel iets onregelmatig ingedeeld. Daarbovenop is het, in plaats van dat je echt specifiek tentamens maakt, word je eigenlijk gewoon beoordeeld op jouw functioneren in het ziekenhuis. Dit kan voor sommige studenten wat spannend zijn in het begin, maar het is vooral belangrijk eigenlijk, je moet bedenken, al die artsen die beoordelen jou, zodat jij kan groeien om een betere arts te worden. Dus dat is ook op deze manier ingericht met bijvoorbeeld, zoals net al gezegd, dat IOP, het individueel ontwikkelingsplan, zodat jij goed door kan groeien tot de arts die je graag wil zijn. En verder zijn er nog opties zoals buitenlandstages en loopbaanoriëntatie in het derde jaar, maar daar komt zelfs nog wat meer van. Om nog even iets concreet te maken, waar vinden die co-schappen nu echt plaats? Nou, er werd al gezegd, het is allemaal in de omgeving van Leiden. Je kan dus goed in Leiden blijven wonen, het is goed bereisbaar. Maar zoals je ziet, er zijn ook co-schappen in HMC en Haga. Veel eigenlijk studenten kiezen dus ook voor om bijvoorbeeld naar Den Haag te verhuizen. Dat is ook allemaal heel goed bereisbaar. En verder zijn nog opties, bijvoorbeeld in Gouda, IJsseland en Langeland in Zoetermeer. En dan geef ik graag het woord over aan Samuel. Ja, want dan ga je echt beginnen aan je co-schappen. Hartstikke spannend. Toen ik zelf begon, was ik vooral benieuwd naar hoe die eerste maanden er dan uitzien. Dus dat wilde ik graag een beetje toelichten. Zoals net al is benoemd, ga je dus beginnen met het introductiekooschap. En dat is een periode van 2 weken die eigenlijk voornamelijk in het teken staat van herhalen en opfrissen van wat je eigenlijk al wel eens gehad hebt. Maar wat je nu toch echt tijdens de kooschappen in de praktijk moet gaan toepassen. En ik kan me voorstellen dat je denkt van ja, ik heb dat wel gehad, maar straks moet ik dat in het echt gaan doen. Het is alweer een beetje weggezakt, hè, die wachttijd, het is een tijd geleden. Maak je geen zorgen, die angst heeft iedereen. Iedereen vindt het spannend, maar dit ga je nog uitgebreid, ook met elkaar ga je dat oefenen. En ook tijdens het ICO is er moment om met elkaar die twijfels te bespreken. Hoe gaat dat straks nou in het ziekenhuis? Je leert je co-groep kennen, dus dat is daar een heel mooi moment voor. Nou, na die 2 weken opfrissen eigenlijk, ga je echt beginnen met de inhoud. Waarbij je gaat starten met het co-schap beschouwend. En daar begin je dus ook weer met 2 weken onderwijs, waarin dus de inhoud van de interne geneeskunde en alle gerelateerde disciplines besproken zullen worden. Zodat je goed beslaagd ten ijs de kliniek in kan gaan. En vervolgens is het dan zover. Dan ga je echt naar het ziekenhuis, je witte jas aantrekken en dan ga je beginnen met het co-schap bij de interne geneeskunde. En hoe ziet dat er dan uit? Zo'n dag in het ziekenhuis, daar heb je natuurlijk helemaal geen weet van als je daar nog nooit hebt meegelopen. Nou, hoe het er meestal uitziet, dit is een voorbeeld. Het kan per ziekenhuis een beetje verschillen, maar dit is wel de algemene leidraad. Je begint 's ochtends met een ochtendoverdracht en daarvoor kan je nog wat voorbereiden. De afdeling waar jij staat kan je even kijken hoe het met de patiënt is gegaan over de nacht, om je alvast een beetje in te lezen. En dan is dus de ochtendoverdracht, waarbij de nachtdienst aan de dagdienst waar jij dan in zal staan meestal gaat vertellen hoe het met de patiënt is gegaan. Daarna ga je dus naar de afdeling en dan ga je visite lopen. Nou, en die term ken je misschien wel, maar ik had toen ik voor het eerst visite ging lopen eigenlijk geen idee hoe dat er precies uitzag. Je gaat vaak eerst met de verpleging, die komt dan bij jullie op de artsenkamer. En dan gaan jullie dus bespreken per patiënt hoe het met diegene gaat. Of hij zijn medicatie nog goed gebruikt, of hij een verslechtering heeft laten zien, of dat het juist beter gaat, of hij met ontslag kan. En vervolgens ga je langslopen langs al die patiënten. Je kan als co-assistent, als je zelfverzekerd genoeg voelt, als je wat langer meeloopt, kan je zelfs je eigen patiënten nemen over wie jij dan de zorg draagt. Uiteraard natuurlijk altijd in overleg met je supervisie, met de artsassistent. Maar dat is natuurlijk hartstikke leuk om steeds meer op die manier een kijkje in de keuken van het bestaan van een arts te krijgen. Daarna dat is op sommige dagen, dat heet dan de grote visite. Dan komt ook nog de internist, die gaat ook nog meelopen. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk, dat die de patiënten ook zien. Op die manier kan je dan ook nog aan de internist die er ook bij betrokken is, kan je nog al je vragen stellen die jij hebt liggen en wat je nog te weten wil komen. Nou, daarna ga je lunchen en in de middag kan je eigenlijk vrijwel altijd zelf een indeling maken van wat jij leuk vindt om te doen en nog te zien en om nog te leren. Dus kan je bijvoorbeeld bij een nieuwe opname van een patiënt, kan je daar het gesprek mee voeren en nog het lichamelijk onderzoek gaan doen. Je kan vragen of je wat mag leren over een patiënt die daar opgenomen ligt. En dan gaat bijvoorbeeld een artsassistent of een internist gaat met jou mee daar naartoe om wat uit te leggen over het ziektebeeld. En zo zijn er nog andere voorbeelden waarbij je zelf het initiatief kan nemen om je dag in te delen.
Daarnaast de middagoverdracht, waarna de avonddienst begint. En dan is het voor jou als co-assistent klaar. Dan mag je weer naar huis. Nou, en dan denk je, zoals net ook al is genoemd, 12 weken co-schappen. In Leiden is dat kenmerkend lang. En dan zo'n dag die je dan hebt, gaat dat niet heel erg vervelen? Dat je dat dan 12 weken lang dag in dag uit moet gaan doen? Nou, dat is gelukkig niet zo. Binnen zo'n stage, zo'n lange stage, zo'n co-schap, ga je verschillende afdelingen langs. Bijvoorbeeld, dus waar je mee gaat beginnen, bij de interne geneeskunde, kan je langs bij de cardiologie of bij de maag-darm-lever. En zo kan je dus binnen dat co-schap kan je hele diverse weken eigenlijk krijgen. En daarnaast heb je ook nog binnen die afdelingen, kan je die verschillend per dag indelen. Zoals net genoemd, je zal veel op zaal komen te staan, dus op de afdeling waar je dan visite gaat lopen. Maar je kan ook poli, kan je meelopen, dus met de internist, waarbij dan de patiënten naar het ziekenhuis komen die even gezien moeten worden. En je kan ook meelopen op de spoedeisende hulp, waarbij je dus echt in het acute moment de patiënt uiteraard onder supervisie zelf mag beoordelen. En graag willen we dan nogmaals benadrukken dat jaar 3, hartstikke leuk, die mag je dus echt zelf invullen. Dus dan heb je 2 jaar lang heb je al die vakgebieden langsgelopen. Heb je een beeld gekregen van wat jij misschien wel en wat je minder leuk vindt. En in jaar 3 mag je dan echt zelf gaan kiezen, waar wil ik het nog uitdiepen? Wat wil ik nog meer te weten komen? Wat wil ik nog zien? Dat kan door middel van een wetenschapsstage, waarbij je onderzoek gaat doen op een bepaalde afdeling die jij interessant vindt. Dat kan door 2 keer een keuzekooschap. En dan kan je dus een vakgebied kiezen dat je al hebt gezien en waar je graag nog wat langer rond wil lopen. Of een heel nieuw vakgebied wat je nog niet hebt gezien. Een populaire is bijvoorbeeld de radiologie. Dat is niet een standaard kooschap, maar daar krijg je wel heel veel mee te maken. En daarnaast nog de semi-artsstage, vaak helemaal op het einde. Die duurt 4 maanden lang, waarbij je echt als een soort halve arts rondloopt op de afdeling en je steeds meer verantwoordelijkheden krijgt. Nou, en wat natuurlijk vaak over co-schappen gezegd wordt, is dat de werkdruk ontzettend hoog is. Wij willen graag meegeven, het zijn inderdaad volle dagen. Je gaat opeens het werkende leven in. Je hebt echt lange dagen in het ziekenhuis, maar vergeet niet, je bent de avonden en de weekenden over het algemeen vrij. En wat we ook graag willen meegeven is dat je loopt daar wel rond en je loopt mee met de arts en je wil zoveel mogelijk het leven van een arts meemaken, maar je bent het nog niet. Je draagt nog niet de verantwoordelijkheden die een arts heeft. Als de arts na de overdracht nog allemaal medicatiedingen moet regelen, dat hoef jij als co-assistent niet. Dus gewoon lekker naar huis gaan en maak op die manier ook je eigen co-schap zo luchtig mogelijk voor jezelf. Daarnaast is dit ook de enige mogelijkheid voor jou om eigenlijk alles binnen het ziekenhuis te zien. Wat je later ook wordt, of als je bijvoorbeeld huisarts wordt, is het ontzettend leuk om te weten als je bij een kind het idee hebt dat er buisjes geplaatst moeten worden, om nu echt bij de KNO te zien hoe die buisjes dan daadwerkelijk geplaatst worden. Dus kijk daarin ook zelf wat je nog wil zien. Haal het meeste uit die co-schappen. Het is een ontzettend cliché, maak je eigen co-schap, maar het is wel echt waar. Zou ik laatst nog even iets weer vertellen over de Leidse co-raad? Namelijk zoals Samen het al zei, het kan soms voor studenten best wel een overgang zijn van de bachelor naar de master. En voor sommige studenten wordt het ook als een erg drukke periode met hoge werkdruk ervaren. En daarvoor zijn wij, de Leidse co-raad eigenlijk ook. Wij zijn een commissie van ongeveer 12 masterstudenten. En wij proberen alle co's zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en zo goed mogelijk te helpen met hun problemen. Nou, hoe doen we dat? Zoals ik eerst al zei, wij proberen zo goed mogelijk alle vragen die co-assistenten hebben te beantwoorden. Dus dat kan ook nu al zijn. Stel dat jullie al vragen hebben, benader ons vooral. Als je als toekomstige co-assistent hier loopt, kunnen we misschien je nu al helpen of wat vragen beantwoorden. Nou, daarbovenop proberen we ook leuke dingen eigenlijk voor de co-assistenten te organiseren. En niet alleen leuke, maar ook nuttige. Dus bijvoorbeeld interessante workshops over een specialisme waar mensen heel geïnteresseerd zijn. Of bijvoorbeeld over de radiologie, omdat mensen over het algemeen hier dus geen co-schap in lopen, proberen we mensen een beetje die kennis bij te spijkeren met bijvoorbeeld van workshops. Maar er zijn ook gewoon andere activiteiten die niet per se studiegerelateerd zijn, zoals leuke borrels in de zomer op het strand. Nou, daarbovenop nemen wij actief deel eigenlijk in het evalueren en verbeteren van het onderwijs. Dus er zijn meerdere commissies in het LUMC waar artsen in deelnemen, maar wij dus ook als studenten. En waarmee we eigenlijk proberen om actief het onderwijs dat gegeven wordt in Leiden te verbeteren. Zodat het zo goed mogelijk aansluit later bij wat van de arts verwacht wordt. Maar ook dat het eigenlijk zo nuttig mogelijk en zo efficiënt mogelijk voor de student is. Dat hij niet te lange dagen maakt en dat alles wat hij leert ook echt goed opgenomen kan worden. Naast laatste gewoon algemeen om studenten wegwijs te maken bij problemen. Nou, nog iets specifieker.
Wat zijn dan dingen die we bijvoorbeeld de afgelopen tijd hebben gedaan? Nou, dit zijn onderwerpen waar we ons mee bezig hebben gehouden. En heel concreet, bijvoorbeeld de afgelopen maanden zijn we bezig geweest met compensatieregelingen. Studenten of co-assistenten worden verwacht dat ze lange dagen maken op de afdeling. Af en toe zelfs weekenddiensten draaien. En hoe ziet het dan de dag erna uit? Krijgt een co-assistent dan vrij of wordt hij weer in het ziekenhuis verwacht? Nou, dit zijn dingen waar wij dan als co-raad achteraan gaan. Zodat we zorgen dat in elke affiliatie, dus elk ziekenhuis, een co-assistent gewoon een dag vrij krijgt nadat ze bijvoorbeeld een avonddienst hebben geregeld. Zodat jullie gewoon prettig jullie co-schappen kunnen doorlopen zonder bijvoorbeeld burn-out klachten. Nou, en verder kun je nog even nalezen, er zijn nog veel meer dingen waar we ons mee bezighouden. Dan was dat het ook voor het studentenperspectief. En dan kunnen we terug naar de vragen gaan. Die komen nu op ons scherm. Zal ik deze even teruggeven? Ja, dat is goed. Een vraag van Peter over, volgt iedereen dezelfde co-schappen? Kun je kiezen waar die wil lopen of word je ergens geplaatst? In principe is het zo dat wij een vaste volgorde hebben van co-schappen. En die zijn verdeeld over de verschillende locaties waar wij onze co-schappen hebben. En bij het begin van de rit, zeg maar, als de trein gaat rijden, verdeel jij onderling als co-groep met degene met wie jij in datzelfde treintje zit, wie waar naartoe gaat. En zo zijn er sommige plekken die voor de een interessant zijn en voor de andere weer andere. Dus daar zit veel vrijheid in. Ja, je kunt niet altijd alles willen, maar je hebt vrije keuze in de indeling van waar je die co-schappen wil lopen. Dus het is niet zo dat wij je automatisch indelen. Een volgende vraag van Sof. Is het mogelijk om co-schappen ook in het buitenland te volgen of lopen, of moet het per se in Nederland? Nee, dat kan zeker in het buitenland. We hebben een aantal vaste plekken waar we co-schappen in het buitenland doen. Suriname is daar heel belangrijk in. En er zijn meer mogelijkheden. Wat natuurlijk alleen als je kijkt naar het karakter van de opleiding. We leiden dokters op. En de meeste dokters in Nederland die komen in aanraking met patiënten die Nederlands spreken. Dus is het belangrijk dat je de taal spreekt. Dus als jij een co-schap doet op een plek waar de patiënt een hele andere taal spreekt, is dat wel lastig. Het kan wel, zeker als mensen die meertalig zijn, die zeggen, nou, dan kan ik dat op een andere plek ook leren. Kan. Die zitten niet standaard in het pakket, maar waar een wil is een weg. Nog een vraag van Peter. Wat was voor de studenten het meest interessante co-schap dat ze hebben gelopen? Dat moet ik dan toch even aan mijn collega's vragen hier. Ik kan het antwoord op geven. Nou, ik kan voor mezelf natuurlijk antwoorden. Dat verschilt enorm per student wat ze het meest interessant vinden, gelukkig maar. Ik vond zelf het co-schap neurologie het leukste. Ik vind het die puzzel van daar gebeurt iets in het hoofd, dus daar merk je dat in het lichaam. Vond ik zelf het allerleukste om mee te maken dat diagnostisch proces. En het daar met de artsen in discussie eigenlijk over te hebben. Dat vond ik zelf het interessantst. Maar ja, gelukkig verschilt dat enorm per co-assistent. Wat ze als het meest leuk ervaren. En bovendien, dat vond ik dan het meest. Maar ik moet zeggen, er zijn ook co-schappen geweest waar ik van tevoren niet per se heel veel interesse in had. En dan loop je daar rond en dan kom je er toch achter hoe interessant het eigenlijk wel niet is. En hoe boeiend als je dat op dagelijkse basis voor je krijgt. En hoe divers dat vakgebied is, waar je eerst dacht dat het misschien heel beperkt was. Of juist andersom. Dus ja, je wordt ook zeker verrast tijdens de co-schappen. Dan is er nog een vraag van Peter. Hoeveel keuzevrijheid heb je in de master? Best veel. Dat hele jaar 3, dat kun je naar jouw eigen voorkeur inrichten. Waar je die stages wil lopen. Dus de vrijheid zit hem erin dat jij dat hele jaar kunt volgen op plekken die jou het meeste aanspreken. Mits daar natuurlijk beschikbaarheid van ruimte is. Het is wel zo dat de stages die in dat jaar 3 zitten, daar zit geen keuze in. Hè. Je moet een semi-arts stage doen, je moet een wetenschapsstage doen. En de keuzeruimte is ook een verplicht onderdeel van het programma. Dus ja, je kunt waar je dat doet, heb je enorm veel vrijheid. Maar deze onderdelen die zijn wel gewoon een vast programma onderdeel in de mastergeneeskunde in het derde jaar. Daarnaast zou ik ook nog willen toevoegen dat bij sommige co-schappen, natuurlijk niet bij alle, maar met name bij de langere co-schappen, heb je zelfs binnen dat co-schap nog de mogelijkheid op bijvoorbeeld een keuzeweek. En dat je daarin ook zelf mag aangeven waar jouw interessegebied ligt binnen dat vakgebied dan wel, waar je op dat moment co-schap loopt. Maar ja, op die manier kom ik dus toch weer terug bij het cliché, je maakt je eigen co-schap. Volgens mij waren dat de vragen. Ik denk het ook. Mochten er nog meer vragen zijn, dan zijn daar in ieder geval de website van de Universiteit Leiden waar je terecht kunt. Er is ook een e-mailadres van een van onze studieadviseurs waar je eventueel voor vragen nog terecht kunt.
En dan danken we jullie heel erg voor de aandacht bij deze presentatie. Dat is heel goed, dankjewel. Dit is de informatie voor het adres en het e-mailadres. Dank jullie wel en succes met het komen tot een keuze voor een mooie master.